Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn de laatste jaren de maakindustrie een beetje kwijtgeraakt, ook ondergewaardeerd. En we moeten ons realiseren dat als wij weer willen gaan groeien, als er weer banen bij moeten komen, dan zijn dit soort bedrijven cruciaal. Goedemorgen, VDL Groep met Angela. Dit is eigenlijk een sociaal-democratisch bedrijf. Zoals deze club omgaat met geld en zoals deze club omgaat met mensen. Ik ga me niet uitzetten lachen, hè? Dat is wat een bedrijf zou moeten zijn in dit land. Ja, wat is het eigenlijk voor ding? Wat maken we hiervan later? Profiel. Gewoon een profiel voor VDL. Dan maken jullie dit straks hier helemaal, zeg maar. Dit maken we zo compleet. Okay. We scoren nu al een aantal jaar achter elkaar enorme hoge economische groei. Afgelopen jaar 3,2%, waar het landelijk gemiddelde 1,2 was. Dit jaar gaat Nederland in de krimp en zitten wij nog steeds rond de 3%. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat China is voor de wereld en Duitsland voor Europa, zijn wij in Zuidoost-Brabant voor Nederland. En in dat opzicht misschien ook wel een voorbeeld van hoe we weer tot het groei kunnen komen. Zo, dat is inderdaad even... Als je dat op de hand moet doen, ben je wel een tijdje aan de slag. Ja, maar goed, de hand dan ben je ook te duur. Maar het is toch wel vol te houden, hoor? Of denk je echt van, joh, ik wil er mee uit? Nou, ik heb geen hekel aan werken, maar ik ben ook graag thuis. Ja, nee, dat snap ik heel goed, dat snap ik heel goed. Ik wil de oprichting van de Nationale Investeringsbank weer tot stand brengen, zodat er ook weer kapitaal geïnvesteerd kan worden. Ik wil weer een overheid die durft te kiezen voor een nationaal industriebeleid, waarin we keuzes maken voor sectoren die kansrijk zijn. Ik wil ervoor zorgen dat de techniekstudenten weer veel talrijker worden, want daar krijgen we grote tekorten aan. Dat zag ik hier ook al in de fabriekshallen van de leegte. Deze maatregelen staan in ons verkiezingsprogramma en ik heb me vandaag gesterkt gezien om daarmee door te gaan.